wat ben je toch echt zo ontzettend lekker relaxed. Wat doe je toch? Sterren en Elf. Dit hebben we eigenlijk een programma gehad. De vrolijke verzoekparade vanuit de 013 in Tilburg. Dat was natuurlijk vanwege het nieuwe album van John West. Vanavond al een presentatie hier dus. En wij warmen de mensen alvast een beetje op. En als je goed kijkt... zie je daar sowieso Lucas zitten. Lucas van Leeuwen, Corné Klein. En hier... de rug van Danny Kroger. Ik heb hem heel eventjes gestolen van de weekendborrel. Maar een duet opgenomen samen met John West. Ja. Vertel. Ja, nee, ja, John benaderde mij een maand of vier geleden. En met het idee of ik een duet met hem kon opnemen. En nou, graag. En dat was Vrienden voor het Leven. Dus een oude liedje van oude nummer van Danny de Muck. Heel veel succes en heel veel plezier vanavond. Ja, jullie ook. Okay. Jullie blijven wel, toch? Ja, natuurlijk. Nou, zometeen gaat het allemaal gebeuren. Over een aantal uurtjes de albumpresentatie van John West hier. En John die staat natuurlijk weer met zijn rug naar me toe. Hi John West. Hey. Hoe is het met je? Ja, goed hè. Een beetje zenuwachtig voor vanavond? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er juist heel veel zin in, dus die zenuwen die vergeet ik eigenlijk helemaal dat nou, denk ik. Maar zullen we eens even gaan kijken wat vanavond allemaal gaat gebeuren? Ja, loop er mee. En wie is hier achter nog meer? Dit is DJ Willem de Wijs. Oh, dat was de eerste artiest die jij bekend maakte, ja, hè? Ja, eigenlijk eigenwijs. We moeten zijn naam gaan veranderen, maar ja. Maar is er überhaupt wel tijd om plaatjes te draaien, Willem? Ja, met, zeker wel. Nou ja, de line-up is wel flink, maar ik mag wel pakken. Ja. Dan moet je voorstellen dat je dan hier staat, zo. Dan gaat hij hier dan vanavond staan. Kijk, nu is er nog helemaal niemand, maar straks staan al die mensen hier. Nou, echt serieus, ik moet er niet aan denken. Ik vind het dood en doodeng. Heeft hij veel nodig? Heel weinig. Ja? Hij is gelukkig wel heel knap van zichzelf. Goed antwoord. Heb je wat tips voor de mensen thuis om hem misschien een beetje zo'n John West look te creëren? Lekker blijven eten. Ik hoor net dat Frans Duits ook aanwezig is. En nou heb ik op zijn rider zitten kijken. En op zijn rider stond, wat wilde hij ook alweer? Oh ja, volgens mij wilde hij flesjes water, een Twix, een Mars. En een kussen van John West. Er zitten vijf in de klok. Het is weer tijd voor een slag. Want met de vijf in de klok, dan gaan we... Was het drinken? Drinken of klinken. Dan gaan we drinken. Ja, de barvrouw kijkt al zo blij. Met al mijn vrienden erbij. Hé, hey, wat een leuke avond. Ja, wat een leuke avond. West. Jij mag als eerste record. Ja, ik mag de spits afwijken. Maar ik moet ook weer met gierende banden door. Hoezo, waar ga je naartoe? Ik moet nog naar Nijmegen, Holland Casino en ik heb nog een privéfeestje. Okay, en ik had gehoord dat jij marsjes wilde in jouw kleedkamer. Dat stond in jouw rijder, toch? Nee, alleen blauwe M&M's, maar die zie ik niet. Ja. Ik wens je ontzettend veel plezier vanavond en heel veel succes. En tot snel, hè? Yes, tot loon. Daar gaan we. We hebben gezien, Wouter Kroes is binnenkomen. We zijn er weer bij en dat is prima. Hey, ik ga jou eerst eventjes feliciteren. Dankjewel. Oh, gefeliciteerd, want het is gewoon helemaal uitverkocht. Echt niet normaal. 10:00 ging de verkoop in en 10:15 werd ik gebeld. Wol, het is klaar. Ik denk, nee, dit kan niet waar zijn. Het is gewoon binnen 5 minuten was het al bijna bekeken. In december sta je gewoon in Carré. Vanavond dus bij John West. Wat ga je zingen vanavond? Ik denk dat ik iets van Frans-Duits ga zingen. Even serieus. Nee, ik ga zo met John het duet lekker in mijn vel doen. Ja. Want dat heeft hij wel tot een heel gaaf liedje gemaakt. Ja, in mijn eigen repertoire. Succes vanavond. Hey, nog steeds afgevallen. Ja, maar ik wilde eigenlijk vragen of ik een broodje mocht. Doe er 2, want ik moet er 10 kwijt. En hoe ga je het doen? Ik zit nu aan de shakies. Dat werkt ook wel snel. Nee, je moet dat. Nee, niet die gekke dingen. Ik pak alleen een broodje. Wacht even, pak ik ook echt een broodje? Wacht even, want nou heb ik het gezegd. Maar dan pak ik wel bruin brood. Want dat is natuurlijk beter. Vers broodje. Vers broodje, zo. Kijk nou, het voelt. Dankjewel, doei. En dan is het eindelijk zover. We gaan naar de zaal toe. Het begint echt wel lekker druk te worden, dus loop maar mee.